75 jaar vrijheid. Wat betekent dat in het licht van de ervaringen die de oorlogsjaren met zich meebrachten? De afgelopen maanden heeft het Nationale Theater 7 Hagenaars gesproken. Zij vertellen wat hen is overkomen tijdens die oorlogsjaren, waar ze als kind mee te maken kregen. Hun leven veranderde ingrijpend. Hoe leef je met de herinneringen aan armoede en honger, angst, geweld of eenzaamheid? Beelden uit het verleden laten zich niet wegdrukken. 75 jaar geleden eindigde de oorlog in Nederland. De laatste getuigen vertellen over de gevolgen die nu nog heel actueel zijn. Omdat het belangrijk is. Omdat het niet vergeten mag worden. Henny Doormits, geboren 1929. Tot mijn 7e jaar woonden wij in de Wagenstraat, midden in het centrum. Daar woonden veel Joodse mensen in de tijd. Daarna zijn we naar Scheveningen verhuisd, naar de Nieuwe Parklaan. Mijn vader was een trotse bezitter van 5 slagerzaken, hele mooie winkels. Hij was bekend in heel Nederland om zijn goede kwaliteit en service. In 1940 was ik 10 jaar. Op een gegeven moment werd er gezegd, het is oorlog. Er werd verder weinig over gesproken. Op een dag kwam mijn vader in een van zijn winkels. Hij had daar al 20 jaar een chef staan van Duitse afkomst. En toen zei die vent, ho, eruit. Ho, zegt mijn vader, waar heb je het over? Kijk eens wat ik hier heb. Vanaf nu ben ik de Verwalter, zo heette dat. Ga er maar uit, de zaak is nu van mij. Mijn vader is huilend thuisgekomen. Dat die man, die al die jaren zomaar... En dat kon in de oorlog. Nou, wat ik heel belangrijk vind... Iedereen leeft hier in vrijheid. Ze weten niet wat het is als je vrijheid je afgenomen wordt. En dat vertel ik ook op scholen. Waardeer de vrijheid. En dat probeer ik elke keer weer te herhalen tegen de kinderen. Waardeer het. Want als het je afgenomen wordt, je weet niet wat dat betekent. En dat kan ik vertellen. Christine van de Hemel, geboren in 1931. Ik was 11 toen de oorlog uitbrak. Wij hadden een huis op Java met een tuin van een paar hectare. Op 1 maart vielen de Japanners Java binnen. Wij zijn gevlucht naar een dorp. En wij moesten langs suikerrietvelden lopen. Daar heb ik nog last van in mijn dromen. Van die sneden die die suikerrietbladeren in je lijf maken. Maar ze dreigden het hele dorp plat te branden. Dus wij terug naar ons huis. En toen hadden ze alles weggehaald. Alles. Het halve dak was eraf. De deuren, we hadden niets meer. Alles hebben ze verbrand. Foto's, alles. En onze vruchtbomen en klapperbomen, zo mooi. Alles was leeggeplukt. Joost Paargaren. Geboren in 1934 in de Schilderswijk. Ik had 3 zusters en ik was de 4e, de jongste. We hadden helemaal niks. We zagen groen en geel van de honger. Kapotte schoenen, want daar werden de neuzen uitgeknipt die te klein werden. En dan werd er af en toe iets op de lorwagen gekocht. Mijn moeder kon niet naaien, dus dan ging je naar school met de zoom eruit. Maar ze vocht als een leeuw voor haar kinderen. Ze kon amper lezen en schrijven. Ja, ach, en mijn vader dronk. Als hij dronk, kon ze hem niet aan. Maar als hij nuchter was, was alles goed. Wij woonden in een bovenhuis op de Rijswijkse straat 179. Toen de oorlog uitbrak, zat ik op de trap met mijn zusje Kokie. Jopie, Kokie, Mientje, Woutje, riep ze altijd. Binnenkomen! We zaten op de trap en kregen alle 2 een lolly van Jamin. Een roze tulpenlolly met zo'n cellofaantje. En mijn moeder die stond boven aan de trap te schreeuwen. Als jullie naar beneden komen, dan breek ik je benen. Want die was bang. Er was gezegd, bij een bombardement blijft de trap altijd staan. En wij zaten op de trap en we moesten daar blijven. Mijn vader ging op het dak staan schreeuwen en doen naar die Duitsers. Naar die vliegtuigen. Arie Toets. Ik ben geboren in 1936 in redelijke armoede. Mijn vader zat in de visserij op Scheveningen. Elk dubbeltje moest afgewogen worden. Ik was de oudste en in 1939 is er een zus bijgekomen... Onze Corrie. Toen de oorlog uitbrak, ja, dat weet ik nog heel goed. Het overvliegen van de vliegtuigen die je neergeschoten zag worden, die zag je zo...
Er waren parachutisten die kwamen in de buurt terecht en dan werd er geschoten. Ook bij ons in de duinen hier, bij de bosjes van Poot. Ja, dat was heel heftig. Maar als kind slurp je dat op. Ik zag de ernst er niet van in. We woonden toen in de Goerese straat in Duindorp. En er landde een Duitse parachutist in een van de achtertuintjes. Toen gingen de mannen uit de portieken zoeken. En ze hebben hem ook gevonden. Hij had zich verstopt in een schuurtje. Zijn vliegtuig was neergeschoten. Die is door de buurtbewoners gearresteerd en uitgeleverd aan de soldaten. Ik was ruim 4,5 jaar toen de oorlog uitbrak. Dat heb ik heel bewust meegemaakt. Iedereen zegt, hoe kan dat nou? Maar ja, waarschijnlijk heeft het zo enorme indruk gemaakt. Ja, heeft het ook, want je zag vliegtuigen die neergeschoten werden. Je zag parachutisten landen. Nou, er was onrust op straat. Op de hoeken van de straten stonden Nederlandse soldaten. Loes van Dijk, geboren in 1937. Ik was de jongste van 13 kinderen. We woonden in een dubbel bovenhuis in het Zuiderpark. Een jaar nadat de oorlog uitbrak, stierf mijn vader aan kanker in een tijd van 3-4 maanden. Het enige dat ik me daarvan herinner, is dat mijn broertje en ik aan het bed stonden in het ziekenhuis en dat we alle twee een halfje kregen, een halve cent. Daar kon je snoep van kopen. We hadden veel verdriet. Mijn vader was er, laat ik het zo zeggen. Die had altijd aandacht voor ons en ineens viel hij weg. Maar er werd niet over gepraat. De oudsten waren 14, 15, 18. Ze hadden allemaal hun eigen verdriet. Ze moesten het allemaal zelf verwerken. En mijn moeder moest het allemaal zelf rooien. Maar ze hoefde maar in haar handen te klappen en alle kinderen kwamen naar binnen. En op zaterdag of zondag deden we allemaal spelletjes. Koopmannetje, alles voor een cent. Hans Fransen, geboren in 1940. Ik heb tot de evacuatie in 1942 in Scheveningen gewoond. Mijn vader en moeder hadden een winkeltje op de Kanaalweg. Ze leerden elkaar kennen toen ze al wat ouder waren. Mijn moeder had al een dochter uit een eerder huwelijk, Loekie. Zij was 16 toen ik geboren werd. Niet iedereen in de familie was het met hun huwelijk eens, maar ze hielden verschrikkelijk veel van elkaar. Ik herinner me flarden van de evacuatie. Dat we terugfietsten van Rijswijk naar Scheveningen om te kijken hoe de winkel ervoor stond. Dat we in de tuin kwamen. Daar bloeiden bloemen die mijn moeder geplukt heeft en mee naar huis heeft genomen. Ik herinner me dat ik met mijn vader fietste, ik voor op het stoeltje. Ik zat op de kleuterschool op de Vredenburgerweg. Daarnaast werden de V2's gelanceerd, in het Rijswijkse bos. Dan riep zuster Cecile, jongens, kom, onder tafel. En dan zag je, wow, dat ding zo omhoog gaan. Hij is nog eens een keer gevallen in de Julialaadjes, daar waren veel doden bij. Die dingen hadden de neiging om te haperen en dan in Den Haag neer te komen. Dat is heel wat keren gebeurd. Ik vind het heel belangrijk om in deze tijd de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog te vertellen. Omdat je juist op mijn leeftijd merkt dat de Tweede Wereldoorlog net zoiets is als de 80-jarige oorlog. Het is echt geschiedenis geworden. Er wordt ook vaak een beeld geschetst van avontuur en allerlei dingen, terwijl het in feite een verschrikkelijk nare, drukkende tijd was. En dat zou je moeten blijven kunnen overbrengen, vind ik. Bram Pons, geboren 1942. Mijn ouders hebben me op 29 januari 1943 naar de Pletterijstraat gebracht. Daar wist ik natuurlijk niks van. Mijn herinneringen zijn pas van na de oorlog. Maar ik was me als kind heel bewust van de situatie. Ik zat op school in de Bezemstraat. Ik was een jaar of 6, 7. Moesten we in de klas opschrijven hoe je gezin eruit zag. Wie is je vader? Wie is je moeder? Tja, ik begon te huilen, want mijn vader en moeder, die had ik niet. Dat heb ik altijd onthouden. Op een gegeven ogenblik moesten we naar een Joodse school met Joodse leraren in de Duinstraat. Maar de klas werd steeds kleiner. Mijn vader vertrouwde het helemaal niet. Een vriend, meneer Krol, zei tegen mijn vader, mijn dominee zit in het verzet en die geeft voor vrienden dooppapieren. Dan heb je kans dat je daarmee de oorlog kunt overleven. Nou, zei mijn vader, dolgraag natuurlijk. Dus wij mochten naar de dominee. Maar er werden steeds meer mensen gearresteerd. En toen heeft mijn vader aan diezelfde meneer Krol gevraagd, kan je geen onderduikadres voor ons verzorgen? Want ik word heel onrustig.
Ik ben toch bang dat die dooppapieren niet voldoende zijn. Hij vond een echtpaar. Dat woonde op de Valkenboskade nummer 82. Zij waren bereid 4 Joodse mensen in huis te nemen. Dat je zomaar je huis uitstapt, de deur achter je dicht trekt en alles en alles en alles achterlaat. Of het nou zijn de mooie meubels en je fijne bed en je speelgoed en alles. Je laat het achter alleen maar om je leven te redden. En als je dat hebt meegemaakt, dan waardeer je vrijheid eigenlijk nog veel meer. Op 4 december 1942 zei mijn vader: vanavond gaan we lopen. Ik weet de weg, we nemen niets mee. Ik weet niet meer hoe lang we gelopen hebben, een uur. Op de Valkenboskade was een stenen trap buiten. Dan was er een hele lange gang en aan het einde van die gang was een keuken. En daarachter waren 3 kleine kamertjes. We hebben 5 maanden ondergedoken gezeten. En ineens, er springt een vent over het balkon met een pistool en we horen hem gillen: onderduikers! We waren verraden. Dus wij moesten mee. En het erge, dat vond mijn vader natuurlijk verschrikkelijk. De man van de vrouw waar we ondergedoken hadden gezeten, die werd ook gearresteerd. Heel veel mensen werden in kampen gezet. Mijn vader niet. Hij moest werken voor de JAP. Hij was bouwkundig ingenieur en ze konden hem goed gebruiken voor de wegen en voor de bruggen. Hij liep met een witte band en een rode bol, zodat de Japanners hem niet zouden doodschieten. En hij moest elke keer buigen. Dat moest iedereen, de hele tijd. Je moet buigen. Als je niet buigt, krijg je gewoon een schop. De Nederlandse taal werd verboden. In onze tuin hebben we toen rijstvelden gemaakt. 2 of 3 van die hele grote saba-velden. En we hadden heel veel klapperbomen. En toen de klappers rijp waren, maakten we klapperolie. We ruilden kippen voor andere dingen. En kregen kleding van de administrateursvrouw, anders hadden we niks. We maakten sloten. Daar strooiden we dan kleine vissen in, zodat we die later weer konden vangen. Het was altijd gevaarlijk. Daar kon altijd iets gebeuren. Altijd. Je was altijd bang. Je durfde niet naar die Japanners te kijken. Dus je ging je min of meer verstoppen. Ze waren hartstikke vreed. Om 4 uur 's ochtends werd je gewekt. En dan moest je gymnastiek doen buiten voor de deur. Als je dat niet deed, dan was je de sigaar. Iedereen stond op straat voor zijn huis. En dan werd er met zo'n blikken ding, zo'n grote stok. Dang, dang, dang. Dan moest je opstaan. En je moest buigen. Het was een verschrikking, hoor. Elke dag. Want wij zijn ik ben het uitstervende ras die er nog van mee kan praten. He? Dat is gewoon zo. Maar de saamhorigheid was toen heel anders. Had de een een boterham en dan, nou, misschien dat ik ook dan een stukje kreeg, maar we hielpen elkaar. Verdraag elkaar een beetje en wees een keertje een beetje lief voor elkaar. We hadden thuis een koffergrammofoon en 1 plaat, In the Mood van Glenn Miller. Dat ding werd op de tafel gezet, het kleed werd opgerold, de buurmeisjes werden geroepen en zo leerden we swingen in de kamer van mijn oudste zusje Miet. Dan werden de ramen dichtgegooid, want we waren wel bang voor de Duitsers. En er was altijd angst dat ze zouden komen. Er werden ook mensen weggehaald, Joden en mensen die niet weg wilden. Mijn buurman werd van boven naar beneden geschopt. Die wilde niet mee naar Duitsland. We hebben hem nooit meer teruggezien. Maar dat gegil, dat vergeet je nooit meer. En op een keer kwam de hoofdmeester de klas binnen met 2 zusjes en die zei: die gaan op vakantie, die komen even gedag zeggen. Wij waren kwaad. 2 Joodse kinderen van Prins, dacht ik. Die kwamen in elke klas afscheid nemen. Wij jaloers, boos, dat ze op vakantie gingen. Maar later zeiden de grotere kinderen, mijn zus ook: dat kan niet hoor, vakantie. Nooit meer teruggezien. In 1943 zijn we geëvacueerd. Er kwam een grote platte wagen voorrijden, daar werd alles opgestapeld met 2 paarden ervoor en dan naar de Johannesburgstraat. Die bestaat nu niet meer, dat was bij de Dullarijweg. Mijn vader werkte bij de centrale gaarkeuken in de Weissenbroekstraat in Benoordenhout. Het hoofdkwartier van de Duitse generale staf zat er vlak naast. Zij kookte voor die staf,
Maar via gamelletjes ging er ook wat eten over de schutting naar buiten. Dus één keer in de week gingen wij lopen tot de Korte Voorhout. En ietsje voorbij de Koninklijke Schouwburg had je dan het Wachtje. Dat was een tramhalte, daar waar nu het Pannenkoekenhuis staat. Daar stonden ook Duitsers op wacht. Maar dan moest je het Malieveld oversteken. Je stond op het hoekje te wachten, kijken, geen luchtalarm. Want die V2's werden daar vlakbij afgeschoten in het Haagse Bos. En de Engelsen hadden vrijwel altijd vliegtuigen in de lucht. Niks te zien. Dan moest je zo snel mogelijk de Boslaan op, zo rechtuit en dan naar Benoordenhout, naar de post met de Duitsers. Ausweis en dan mocht je naar de keuken toe. We waren net op de Boslaan en ineens kwam er een Engelse Spitfire. En er reed een Duitse auto naast ons en daar werd op geschoten. Halverwege stond een tramhuisje, daar schuilden we. Maar die Duitse soldaat sprong uit die auto en kwam bij ons in het huisje staan. Nou, ik heb mijn moeder nog nooit zo... Die heeft hem er letterlijk uitgeranseld. Weg hier, ze schieten op jou, dan zijn we dadelijk ook dood. En toen hebben we een paar uur in de keuken gezeten om bij te komen. Malieveld, ik heb mijn kinderen daar meegenomen, mijn kleinkinderen. Overal waar, ja, indrukwekkende, maar ook angstige dingen hebben plaatsgevonden. Daar heb ik ze bij betrokken. Nou, ik schrik altijd van verhalen in de krant. Dat mensen zeggen van, ik wist niks van mijn vader en moeder vanuit de oorlog. Of van opa's en oma's die in Indië hebben gezeten van voor de oorlog en zo. Dat ze daar helemaal niks van meegekregen hebben. Kijk, mijn verhaal loopt eigenlijk terug in de tijd. Toen ik een jaar of 70 was, ben ik naar de gemeente gegaan omdat ik wel eens wilde weten waar ik overal gewoond had. En dat stond keurig met jaartal en al op een papiertje. En daar las ik 1943, Pletterijstraat 66. Ik ben gaan googlen en dat bleek het Joods weeshuis te zijn. En toen kwam ik erachter. Dat hele weeshuis is met lijsters, kinderen, alles, iedereen is weggehaald. En ze zijn allemaal vergast. Ik verder zoeken. Wat was er nou gebeurd? De avond dat het weeshuis werd leeggehaald, lag ik in het Juliana ziekenhuis. Ik had een liesbreuk. Maar die Duitsers die waren nogal poenklier. En die waren er eentje kwijt. Nou, dat was ik. Daar kwam het verzet achter. Die hebben mij toen uit het Juliana kinderziekenhuis gehaald. En toen daar een razzia was om mij te zoeken, was ik al weg. Ik was meegenomen naar de Maagdenpalmstraat en zat daar ondergedoken. Mijn vader werkte voor de oorlog als geestelijke in Vlaanderen. Wat heel erg getroffen was door de Eerste Wereldoorlog. Hij was een zeer sociaal, sterk bewogen man met een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Hij voelde veel voor het sociale beleid van de nieuwe partij, kon er werk krijgen en toen werd hij lid van de NSB. Elke avond haalde ik mijn vader van de tram in Rijswijk. Als hij thuis kwam van zijn werk, dan liepen we samen naar huis. En op een dag stapte hij uit de tram in een uniform met een dubbel loopsgeweer. Ik begreep er niets van. Ineens was hij een militair. De volgende ochtend was hij weg. Ik heb daar heel erg om gehuild. Mijn moeder vertelde later dat ze hem had gevraagd, waarvoor ga je nou weg? Het is mijn ideaal. Ik dacht dat Hans en ik jouw ideaal waren. Toen heeft hij zijn schouders opgehaald. Ook zij wist niet wat hem bezielde. Vanaf toen was ik alleen met mijn moeder. Zij leefde haar leven en in huis werd plaats gemaakt voor twee buurmannen die kwamen onderduiken als er een razzia was. Er waren regelmatig razzia's. En wij hadden een kamer en suite, schuifdeuren met aan weerskanten kastjes. En in zo'n kastje hadden we de bovenkant weggehaald. Dan kon je boven de schuifdeuren liggen. Allemaal spul neergelegd om het geluid te dempen. Mijn moeder en ik, wij trainden. Ieder had zijn eigen plankje wat hij in moest ruimen. Het kastje stond altijd open. En als er een razzia was, dan ging mijn vader erop of mijn oom. Er waren een paar broers van mijn moeder die bij ons inwonen. Die kropen erop. Luikje dicht. Wij die plankjes erin. Spulletjes erop. Ja, dat hebben we tot in den treuren geoefend. Op een of andere manier wisten de buren altijd wanneer een razzia kwam. Die zaten waarschijnlijk in het verzet. Op een gegeven moment moesten mijn oudere broers onderduiken. Er kwam een razzia. Mijn broer, die de volgende dag 17 zou worden, droeg al de hele tijd een korte broek. Dan leek die jonger.
Hij verstopte zich in de turfkist met kranten erop. Mijn andere broer zat op zolder tussen de deuren. Ik denk wel eens, als ze nou aan mij gevraagd hadden... heb jij nog een broer ergens? Dan had ik gezegd, ja, daar. Maar mijn man zei later, ik denk niet dat je dat gezegd zou hebben. Want als kind weet je of en wanneer je je mond moet houden. We kwamen in Westerbork en omdat we gedoopt waren, mochten we naar de gedooptenbarak. Die lieten ze met rust, want ze waren er niet zeker van of het Joodse mensen waren. Dus daarom zijn we lang in Westerbork gebleven, in totaal 1,5 jaar. Dolle dinsdag kwam ineens het bevel. Westerbork moet leeg. En werden we in die wagons gekieperd. 74 matrassen op de grond en of je nou 3 jaar was of 300, je lag op zo'n matras. 3 tonnen in de hoek, de ene om te plassen, de tweede om een grote boodschap en de andere misschien om over te geven. Na 3 dagen kwamen we in Theresienstadt. Er gingen daar 120 mensen per dag dood van de honger. Als jij in jouw gebouw een lijk had, moest je dat op een kar leggen en dan gingen ze naar het crematorium. De as ging in een doosje met een naam erop. Op een gegeven ogenblik kwam ineens het bevel dat het crematorium moest leeggeruimd. Het Zweedse Rode Kruis zou komen en er waren te veel lijken. Dat moesten de kinderen doen. We moesten 8 uur achter elkaar op een trap staan om die doosjes met as door te geven. Het was heel koud, dus er viel er wel eens één uit je handen. En die gingen allemaal in een vrachtauto. We hadden heel erge honger. We aten bloembollen. We hadden dagen geen eten. En toen hoorden mijn broers van het IKB, het Interkerkelijk Bureau. We waren niet gelovig, ook niet gedoopt. Maar we mochten daar eten, 2 keer per week. In 1944 trouwde mijn oudste broer. De bruid was niet wit en alles, weet je wel. Het was een nete bruiloft, een bruiloft van niks. Ik mocht niet mee. Ik denk wel eens, er zal wel geen goede jurk geweest zijn. Dat ik daarom niet mee mocht. Omdat er geen goede jurk voor me was. Mijn broer, die 10 was, mocht ook niet mee. Hij moest met mij achterblijven en gaarkeuken eten halen. Het was boerenkoolstampot. Iedereen moest een afgestreken lepel krijgen, dus wat deden we? We kregen de pan met boerenkool en we gingen met onze vingers afstrijken, steeds opnieuw. Likten we af, weer opnieuw met onze vingers erlangs om af te strijken. En het werd steeds een beetje minder wat er op de lepel lag. We hadden zo'n honger. Want ik weet nog goed, die gaarkeuken, die lucht en alles. Als ik wel eens boerenkool eet, dan denk ik, oh, die lucht, die ruik ik gewoon. We mochten niets, niets. Zorgen dat je eten krijgt. Werken. Dus rijst planten, dat kan ik. En je moest dat doen, anders had je niks. Geen rijst. En dan pakken ze ook nog een gedeelte van je af. Rijst plukken, stampen. En ik moest heel veel breien. Breien. Je had geen rust. En dan ben je ook bang dat ze in je huis komen. Soms sliepen we daarom op een kleed onder ons bed. Wij waren zo arm. Mijn moeder die probeerde te handelen. Maar we hadden geen lakens meer. Geen handdoeken. We hadden helemaal niks. Dat ik mijn moeder heb zien huilen toen ze niks had, dat vond ik heel erg. En dat begreep ik ook niet. Mijn moeder had altijd wat. Maar nu niet. Ach, ja, het was zo koud in de hongerwinter. De meiden die kropen bij elkaar en dan had mijn moeder een vloerkleed. Nou, dat stonk. Heel huis stonk. En dan werd dat vloerkleed met die hele troep op je bed gegooid. En dan sliep je door het gewicht van die dingen. Aardappelschillen, bloembollen. Maar ik vergeet het ze nooit, hè, die Duitsers. Suikerbiet. En dat mijn moeder dat ook nog niet eens meer had. En dat het beentje zat te janken dat de 4 kinderen dat geen eten had. Dat vergeet ik nooit. Dat kan ik niet vergeten. Ik herinner me het neerstorten van de V2. Op nieuwjaarsdag 1945 gingen we naar de oudste zus van mijn vader op de Soestdijkse kade. Alles moest lopend, dus we liepen net op de brug bij het Veluweplein. En toen werd er een V2 afgeschoten. Hij ging omhoog, omhoog. En dan kreeg je het kritische punt. Sloeg de motor aan om koers te zetten naar Engeland. Of niet? Nou, dat deed hij dus niet. We hadden al wel een paar keer eerder meegemaakt. Maar niet zo nabij. En we zagen hem cirkelen. We zijn een portiek opgevlucht. En even later knalde hij neer. Nou, dat was misschien 500 meter verder. In de Indigo-straat. Daarbij de Kappervoeliestraat. Er zijn toen een heleboel mensen omgekomen. En wij werden bedolven onder glasscherven, alle ruiten sprongen, onze kleren waren kapot. En die knal, dat vergeet je nooit.
Maar die kapotte kleren, dat was voor mijn moeder het ergste. Ze kon niks vervangen. Ik heb jarenlang nog rondgelopen met een jasje met de oprijgsels van toen. Ik herinner me nog heel goed hoe Bezuidenhout werd gebombardeerd. Je hoorde niks anders dan bominslagen. De lucht was helemaal gekleurd. Mijn moeder stond te strijken en die zei, houd dat gesodemieter nou nooit op. Ik dacht dat we er bijna af waren. Het werd steeds erger, dat gebonk. En toen het ophield, werd er ineens als een idioot op de deur gebeld. Mijn moeder doet open en onze tante die daar woonde komt gillend binnen. Alles is weg. Mijn huis staat in brand. En Piet, dat was haar man, is weg. Ik kan hem niet vinden. Toen zei mijn moeder, dan gaan we hem zoeken. En ik kon niet alleen thuis blijven. Ik zag de schenkkerk die in puin lag. Ik zag de mensen voor de puinhopen staan. Er kwamen auto's langs waar lijken in lagen. Mensen die boos waren. Mensen die apathisch waren. Mijn tante ging naar waar ze hadden gewoond. En ze aaide over de puinhopen. En we gingen terug naar huis. Heel erg verdrietig. De beschietingen in het Bezuidenhout hebben we vanuit de kamer van mijn broer gezien. Vanuit het raampje konden we net de vuren zien branden. Dat was heel angstig. Toen we later gingen kijken, zagen we allemaal huizen die waren leeggeroofd. En er hing zo een vieze lucht. Dat vond ik heel eng. Die lucht. Als je die nog ruikt, die angst die ik had, die weet ik nog zo goed. Later die dag komt ome Piet aan fietsen. Hij was de andere kant uitgelopen, fiets gepakt en hij leefde nog. Maar 's avonds kwam er nog een andere man voor mijn tante. Dus één vrouw met twee mannen. Ik begreep er niet veel van. Het was elke avond ruzie bij ons. Ook met mijn moeder over mijn vader, dat hoorde ik wel. Nou, uiteindelijk koos mijn tante dus voor ome Willy en ome Piet vertrok. En toen ben ik uitgezonden. Mijn broers ook, want we waren gewoon uitgemergeld. Mijn oudere broers zaten ondergedoken. Eén in Limburg, één was gevlucht. Ik was bijna 7 jaar. Ik ging de boot op en mijn moeder wilde me terughalen. Loesje, kom terug! Loesje, kom terug! Maar ik vond het prachtig. Ik zei, nee hoor, ik ga mee. Het was zo'n platte schuit. Allemaal kregen we een plekje en toen, nou ja, toen werden we beschoten. We gingen ergens aan wal. Daar was een school, daar werden we in ondergebracht. We kregen pap. Iedereen had pap. Ik had geen rem. Van iedereen die pap liet staan, pakte ik die pap. Ik had alles op. Ik had honger. 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 We waren 5 maanden in Theresienstadt. En toen kwam ineens het bevel, de gedoopte mensen mogen naar Zwitserland. Geloof je dat? Zei iedereen. Je gaat naar Auschwitz of Sobibor. Maar we kregen dezelfde dag te horen dat Duitsland hulp had gevraagd aan Zwitserland. Ze hadden medicamenten en verbandmiddelen nodig voor het leger. En toen heeft Zwitserland gezegd, als je ons 1200 mensen uit een concentratiekamp geeft, dan geven wij jullie die medicijnen. Waarom ze ons hebben gekozen? Dat heb ik na de oorlog gehoord. Dat wisten we toen natuurlijk niet. We hadden geen nummer in onze arm. We waren niet kaalgeschoren. En we hadden niet van die gestreepte overalls aan. De volgende dag stond er een trein klaar. Een luxe trein met een bankje voor het raam. We zijn gaan zitten. 2-3 dagen later stond de trein stil. We zagen slagbomen, we zagen het Zwitserse Rode Kruis en militairen. En toen gingen de Duitsers van de trein. De slagbomen omhoog en we reden Zwitserland binnen. Nou, je kon een speld horen vallen. Alsof de mensen zo... We waren waarschijnlijk helemaal in shock of zo. En toen was het februari 1945. Toen de atoombom op Nagasaki viel, capituleerde Japan, maar... Ik werd opgepakt. Ik moest op de dijk lopen. Links en rechts mensen met kapmessen, met stokken, met speren, met alles. En daar moet je dan tussendoor lopen. Dan denk je aan niks. Helemaal niks. Ik zag mezelf zwevend naar mezelf kijken. Het is ongelooflijk, hè? Er was helemaal geen vrede. Het werd alleen maar erger. Ik ben met mijn moeder naar een kazerne gebracht in Kediri. Daar zaten we met 1500 man in het kamp. Daar heb ik gesmokkeld en alles, want ik sprak goed Javaans. Nou, dat had ik van mijn oma geleerd vroeger, stiekem. Oh, dat was verschrikkelijk. Om eten te zoeken voor je broertje, zusje en moeder. Maar dat is een trauma van mij. Tot heden toe...
heb ik altijd mensen geholpen die in nood zitten. Ik wil je eens geven, omdat ik weet als je niks hebt hoe dat voelt. De intocht op de Hofweg was geweldig. De Canadezen kwamen zo van de Rijkswijkse weg af. Ze deelden chocola en sigaretten uit. Ik kreeg ook een sigaret, maar ik rookte niet, dus die gaf ik aan mijn vader. Die stak hem op en hij werd niet goed. Jaren had hij eigen tabak gerookt. Dat verbouwden we in het Zuiderpark. Dat stonk. Ik ruik die lucht nog steeds. Maar toen kreeg hij een lucky strike. Ik vergeet het merk nooit. Hij werd helemaal draaierig. Hij moest tegen een lantaarnpaal gaan staan. En toen vlak daarna gold de Ausweis ineens niet meer. Je mocht naar Scheveningen toe. En toen zijn we naar ons huis gaan kijken. Daar heb ik nog een foto van. Dat was, ja, straten weg, geen ramen in de huizen. Ik herinner me de feesten, de optochten. We zagen de binnenkomst van de Canadezen op de Hoornbrug. En we zagen een vrouw die we kenden uit de rij bij de Duitse keuken. Daar werden de haren van afgeknipt. Die werd met menie ingesmeerd, die werd uitgejouwd en met de vinger nagewezen. Mijn moeder was bang dat dat met mijn zus ook zou gebeuren. Toen zijn we 's ochtends heel vroeg opgestaan en naar familie in Rotterdam gewandeld. Daar ontmoette mijn zus een Canadees waar ze mee getrouwd is. Toen wilde mijn moeder terug naar Rijswijk. Nou, het hele huis was veranderd. Ik weet nog, het rook naar hyacinten, nieuwe meubels, kleed, alles anders ingericht. En daar zat die tante samen met ome Willy aan tafel. God, zei mijn moeder, hebben jullie er een liefdesnestje van gemaakt? Maar nou woon ik er weer. Ze zeiden alleen maar, we hadden niet gedacht dat je terug zou komen. En mijn oom staat op, die gaat weg. En 10 minuten later wordt er gebeld, BS, Binnenlandse Strijdkrachten. Een padvinder, gewapende mensen met geweren. En mijn moeder en ik moesten mee. Ik had een bajonet in mijn rug, handen omhoog. Zo moest ik door Rijswijk lopen. 5 jaar oud en iedereen stond langs de weg. Vuile NSB'ers. En die padvinder vroeg, wat doen we eigenlijk met dat kind? Nou, de kogel, hoorde ik iemand zeggen. We kwamen bij de POD, Politieke Opsporingsdienst. En die hadden allerlei dossiers. Mijn moeder moest binnenkomen. Die man kijkt haar aan. God, wat komt hij hier doen? Hij zegt, onderduikers in huis gehad, nooit lid geweest. Weet u, u kunt rustig naar huis gaan. Er wordt u geen haar gekrenkt. Nou, toen we thuis kwamen, heeft ze die oom verrot gescholden. Die tante en die oom zijn die avond weggegaan. Ze heeft de deuren van de tuin opengedaan en alle rotzooi, alles in de tuin gegooid. En toen zei ze, en dit is mijn bevrijding. De bevrijding kwam voor mij eigenlijk heel geleidelijk. En eigenlijk was het pas definitief toen ik een boek had geschreven. Dat heette In de naam van de Vader en de Zoon. Waarvan ik de laatste bladzijde op de radio voorlas. En toen verschrikkelijk moest huilen. En me eigenlijk doodschaamde. En sinds die tijd voel ik me vrijer. Want ik heb eigenlijk vanaf zeg maar 1945 tot ongeveer 2000, 2005, toch in een leugen moeten leven. Mocht nooit over mijn vader praten, mocht nergens over vertellen. Dus bevrijding was gewoon een feest wat ik meevierde, maar het had weinig met mij te maken. Op straat was van alles te doen, hardlopen, wedstrijden, maar dat kon je nog helemaal niet, zo zwak als je was. Het was gewoon feest. En toen kwam mijn vader terug uit Duitsland. Het hele drama begon opnieuw. Het was altijd drinken en vechten en doen. Weet je, na de oorlog had je al die revues en ze zochten een meisje. Ik was 12 jaar toen de bevrijding gevierd werd. En ze wilden een meisje hebben die het vak wilde leren en mee wilde. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik denk, dan ben ik thuis weg. Die vrijheid is voor mij, en dat komt wel ten uiting in dat verhaal, is dat we natuurlijk nooit eigenlijk echt vrijheid geweest. Dat is toch denk ik anders dan bij andere mensen. Als in mijn geval, dat dan zeg maar met z'n negenen en daar is er maar één van teruggekomen van de familie dan. En een nichtje. Ja, of je dan op dat moment, of dat vrijheid is. Na de bevrijding was het hele leven oorlog. Heel lang nog. Ik ging van de Maagdenpalmstraat naar de Maasstraat. Daar woonde ik bij een gezin en leerde ik tante Jans op het Groenewegje kennen. Ik had het daar naar mijn zin. Daar waren allemaal zogenaamde tantes. Ali,
En die met die strik, die er al 50 jaar zat. Ik kreeg van al die vrouwen tumtummetjes. Ze wilden me heel graag houden, maar de Joodse voogdijraad vond het niks. Het waren allemaal vrouwen uit de prostitutie. Dus daar ging ik weer. Uiteindelijk ging ik naar oom Poons, een broer van mijn vader, in de Zwammerdamstraat. Die man had 5 jaar in het kamp gezeten. Hij kwam terug uit de oorlog met een koffertje. Verder helemaal niks. Hij kon nergens terecht. Hij had zelf nog wel een dochter die ook uit de oorlog was teruggekomen. De hele familie Poons, dat waren er 183. En er waren er na de oorlog nog maar 3 over. Mijn oom, mijn nicht en ik. Later is hij voor de 2e keer getrouwd en toen was er een kind van haar, een kind van hem. En ik wandelde daar zo tussendoor. Als jongetje zat ik in mijn kamertje alleen te spelen. Ik had een propje. En dan zat ik zo te voetballen. Hele wedstrijden in mijn eentje. Ik vond het leuk hoor, ik amuseerde me wel. Ja, ik deed dat gewoon. Want ja, thuis was het altijd... De mensen waren heel goed voor me hoor, maar het was heel zakelijk, zeg maar. Liefde en zo, dat bestond daar niet. Toen ik thuis kwam, oh, dat was een feest. Mijn moeder liep me niet meer los. En mijn broers en mijn zussen, ik werd helemaal bedolven. Ik had een soort broek aan, die was gemaakt door mijn pleegouders. En die hadden er allemaal tarwe in gedaan. Nou, het leven was zo goed. Daar kon mijn moeder brood van maken en pannenkoeken. Ik werd helemaal doodgeknuffeld, eerlijk waar. Ja, Loesje was weer terug, als laatste. Iedereen was al eerder teruggekomen en nu was het hele gezin weer thuis. En ze hadden een poëziealbum voor mij gemaakt. Kijk, heel lief. Lieve Loes, ik hoop dat je gauw thuis komt, poes. Wie is Loesje? Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Pas eind juli 1945 ging er een trein naar Nederland. We kwamen aan op Den Haag-Hollandspoor. We hadden geen geld, niks bij ons. Mijn vader zag gelukkig een kennis van vroeger en vroeg... ik zou zo graag even willen telefoneren, mag dat? Want mijn vader wilde natuurlijk eerst die onderduikfamilie bellen. Die man was gelukkig weer thuis. En ze vertelde dat ze inmiddels een kindje hadden gekregen. Truus, dat is nu mijn pleegzus. En toen vroegen ze, wat doen jullie? Nou, zei mijn vader, we moeten zo snel mogelijk onderdak hebben. En toen zeiden die lieve mensen, jullie kamertjes, kom bij ons. Nou, dat zijn vrienden voor het leven geworden. En ze hadden het niet zo breed. En mijn vader heeft gezegd, vanaf het moment dat ik goed verdien, hebben jullie het ook goed. En alles wat mijn vader ze even geven kon, heeft hij gegeven. We hadden al die tijd zo af en toe een brief van mijn vader gehad, maar heel lang niets van hem gehoord. En toen kregen we bericht. Hij zat in Harskamp. De landstorm werd gezien als onderdeel van de Waffen-SS. Hij was nu krijgsgevangene. Toen hij later in kamp Duindorp zat, hebben we hem bezocht. Ik herinner me dat we over een brug over het kanaal kwamen en dat daarop een mitrailleur stond, groen in camouflagekleuren. Er waren grote hekken om Duindorp heen en dan mocht je erin. En dan ging je naar de Julianakerk en daar ging je dan zitten wachten. En dan kwamen de mannen binnen van rechts en dan had je bezoek. Wij zijn in februari 1947 pas teruggegaan. Duindorp was voor een groot deel nog afgezet als dat interneringskamp. We moesten de hele Kranenburgerweg af. Aan het eind daarvan had je sluizen. Nou, daar stond een hek met een politieagent. Moesten we door het hek en dan kwamen we op het Pluvierhof terecht. Dat was vrijgegeven, maar niet helemaal, want we mochten de achterdeur niet uit. In ons schuurtje namelijk zaten de gedetineerden. Die lagen daar op strozakken. De achterkant van het huis was de omheining, ja, prikkeldraad. Met de gedetineerden mocht je geen contact hebben. Als er iemand langs de poort liep, zwaaide je, maar geen contact. Steeds werd er weer een straatje vrijgegeven. Het kamp werd steeds kleiner. Het was wel gek hoor. Je had je vader al een paar jaar niet meer gezien. Je was gegroeid, toen een jongetje van 4. Maar nu ouder, ik kon lezen en schrijven. En dan zie je mannen binnenkomen, maar je weet niet wie je vader is. Dus ik dacht steeds, dat is hem. Nee, dat is hem. Dat is hem ook niet. Dat is hem? Nee.
Nou, toen kwam je uiteindelijk en dan zat je met elkaar. Hij heeft van 45 tot 47 vastgezeten en er eigenlijk nooit over gepraat. Hij heeft heel hard gehuild en gezegd, ik doe nooit meer aan politiek. En geprobeerd zijn leven weer op te pakken. Maar het had heel veel nare gevolgen. Mijn moeder kon bijvoorbeeld haar dochter niet opzoeken. Dus mijn vader was zijn nationaliteit kwijtgeraakt. Dus zij ook. Dus ik ook. Ze wilde het liefst helemaal opnieuw beginnen. Ik was het slangenmeisje. Mijn artiestennaam was Jo Anita. Ik was heel lenig. Ik moest keihard oefenen, oefenen, oefenen. Ik ben meer dan een heel seizoen weg geweest, tot mijn 15e. Mijn moeder was heel trots. Maar ze kwam nooit kijken. Die mensen, die waren keurig. Die ze kleden me aan. Ze leerden me normen en waarden. Ze sliepen ook in hotels. En ik leerde met mes en vork eten. Ik kreeg spraakles. Mijn moeder kreeg daarvoor betaald, heb ik later gehoord. Iedere week 40 gulden. Dat was heel veel geld. En dat heb ik nooit geweten, hoor. Op een gegeven moment heeft mijn oudste zus ingegrepen. Ze zei later, dat kon zo niet meer. Je liep op je tenen. Je had in de oorlog geen jeugd gehad, na de oorlog geen jeugd gehad. Het moest afgelopen zijn. Mijn moeder die zag dat natuurlijk niet. Die had natuurlijk de centjes, die kon ze goed gebruiken. De jaren na de oorlog met Japan waren nog erger, heel veel erger. We gingen van kamp naar kamp. Ik heb zoveel afschuwelijke dingen gezien en meegemaakt. Verschrikkelijk. Ik heb aan zelfmoord gedacht, maar wie zorgde dan voor mijn zusjes? Voor mijn moeder? Mijn man was een vriend van de familie. Wij zijn getrouwd in de Bersiab-tijd. Ik heb hem alles verteld. Alles. Ik ga niet trouwen met leugens. Hij zei, vergeten kan je nooit. Maar probeer te vergeven. Maak je hart leeg. Uiteindelijk zijn we in augustus 1953 met de Johannes van Oldenbarneveld naar Nederland vertrokken. Ik was gek op voetballen. Daar stopte ik al mijn energie en tijd in. Ik voetbalde bij de Ooievaars. Dat was een Joodse vereniging. Mijn oom was daar voorzitter. Hij was er ontzettend veel. Volgens mij verdween hij net zo graag als ik in die wereld. Maar over het kamp of de oorlog, daar praatte hij nooit over. Nooit. Nee, nooit. Nooit iets van gehoord. Ik was een jaar of 40 en toen was ik in het Holocaust Museum in Israël. Ik zat in die boeken te snuffelen. Ik zeg tegen mijn vrouw, moet je nou eens kijken, joh. Ik ben op dezelfde dag geboren als mijn vader. Dan zou je toch zeggen, in één gezin, als je jarig bent, dat je oom dan zegt, joh, je bent gelijk met je vader jarig. Nou, echt niet. Dat is eigenlijk niet te begrijpen. Daar ben ik zelf achter gekomen. Het heeft zeker tot augustus geduurd voordat er lijsten kwamen van Sobibor. De hele familie, alle zusters van mijn vader met de mannen en de kinderen van 3 tot 21 jaar. De zuster van mijn moeder met haar man, mijn grootmoeder. Allemaal vergast en vermoord. Dus toen wij terugkwamen was iedereen weg. Er was niemand meer. Mijn zus en ik hebben het er later wel eens over gehad. We hebben die mensen nooit zien huilen. Waarom werd er niet gehuild? Ze hadden zoveel familie verloren. Mijn vader heeft, zodra hij weer geld verdiende, alleen maar leuke dingen met ons gedaan. Hij was zo'n bijzondere man. Kom, we gaan uit. We gaan naar Nice. We gaan naar Parijs. Naar Lugano. Weet je wat ik altijd zeg? We zijn allemaal eerlijk uit de oorlog gekomen. Arm, maar eerlijk. En dat is het belangrijkste. Familie is altijd belangrijk gebleven. Mijn moeder kon heerlijk koken. We aten altijd allemaal een grote tafel. En toen we het beter kregen, zaten er wel 50 mensen aan hele lange tafels. Iedereen was er gek op. Bij mijn oude moedertje oud en nieuw vieren, broodjes op tafel. En iedereen met zijn eigen verdriet. Door de oorlog moest iedereen dat alleen verwerken. Er was toen niks voor een kind. Ik bedoel, je kan het allemaal wel vertellen. Ze blijven toch oorlog voeren. Ik heb een en ander meegemaakt. Maar die kinderen in die vluchtelingenkampen en noem maar op. Dat vind ik toch wel, die hebben helemaal geen uitzicht. Dat doet me wel pijn. Dat moet ik echt wel zeggen hoor. Maar ja, je kan de hele wereld niet op je schouders nemen. Maar je kan er wel aan denken en uitspreken. En dat is belangrijk. We zijn van Rijswijk naar Amstelveen verhuisd.
Ik denk dat dat de gelukkigste tijd is geweest. Nieuw leven, nieuwe mensen, nieuwe omgeving, nieuwe school. Het was een voortreffelijk huwelijk. En ze waren dol op elkaar. En toen is mijn vader in 53 overleden. Hij is gestorven toen ik 13 was. Dus ik heb nooit met hem van gedachten kunnen wisselen. Waarom heb je het gedaan? Nooit, en dat betreur ik echt, heb ik hem dat kunnen vragen. Ik heb de brieven bewaard die hij en mijn moeder schreven. Ik heb alles wat ik over zijn leven te weten kon komen verzameld. De tijd en de omstandigheden waarin hij leefde voor de Tweede Wereldoorlog. Ik heb een boek aan hem gewijd. En dan ben je 60 en dan ineens breek je gewoon. Dan merk je dat er allerlei dingen zijn die... Ik ben bijvoorbeeld heel gesloten. In de zin van, als iemand mij iets vertelt en ik mag het niet verder vertellen, dan vertel ik het ook niet. Het blijft gewoon dicht zitten. Ik was gewend dat ik niks mocht vertellen. Dat je vader fout was geweest, terwijl ik eigenlijk de enige ben die er geen donder aan kan doen. En toen heb ik het strafdossier van mijn vader opgevraagd op het ministerie van Justitie. Ik heb zijn vonnis zitten lezen, ik heb de overwegingen zitten lezen. En ook daar moest ik een beetje huilen, want ik vond namelijk... in zijn strafmap een briefje dat ik had laten schrijven op mijn 5e verjaardag. Dat was in januari 1945. Waarin ik vertelde dat ik hem zo miste. En dat ik maar vond dat hij gauw thuis moest komen. Ach, je was niks. 0,0, want je kwam uit de Schilderswijk. En dat stempeltje blijft, dat drukt altijd. Dus eer je daar uitkomt. Mijn man is in hetzelfde straatje geboren als ik. We zijn al 12 keer verhuisd. We zijn overal geweest. Uiteindelijk is dat stempeltje weggegaan. Ik schaam me daar niet voor. Maar die Armo, wat je hebt meegemaakt, daar blijf je altijd aan denken. Want je denkt, er wonen ook nette mensen. Wat je vader doet, daar kan je niks aan doen. Nee, toch? Aan hoe je ouders zijn, uit welk nest je komt. Maar als je een boterham kreeg, dan kreeg je er een vloek bij. Altijd. Zo'n 10 jaar geleden ben ik naar Auschwitz geweest. Ik wilde dat toch een keer doen. Voor mijn gevoel een soort afscheid. Ik ben alleen gegaan. Ik wilde niet dat er iemand meeging. Ik ben naar Krakau gereisd en van daaruit met de taxi verder. Nou, dat vond ik wel een bezoeking. Alles was zo kaal daar. Ik heb ook een steentje meegenomen. Gewoon thuis op het kozijn te leggen. Gewoon voor mezelf als herinnering. Dan zie je daar die hopen schoenen en koffers. Ik ben er stil bij gaan kijken. Zou er geen koffer van Poons bij zitten? Dat zou wel heel toevallig zijn natuurlijk, maar je zit er wel naar te kijken. Echt, je wilt het niet, maar je doet het wel. En als je dan die film weer terugdraait, dan vraag je je af... Ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Maar je doet het wel. Je loopt er toch mee... Je blijft altijd zoeken, altijd. Wat ik je vertel. Ik vind het belangrijk omdat de mensen zullen weten wat wij meegemaakt hebben. Maar de vrijheid, dat krijg je elke dag of niet. Het rare was, na de oorlog kreeg ik het te pakken. Die nachtmerries, die zal ik denk ik nooit kwijtraken. Het wordt alleen maar erger. Ik moet er 's nachts vooral aan denken, aan mijn vader. Ik vind het zo... Ik weet niet precies wat er met hem gebeurd is, dat is het hem juist. Een paar maanden voor de capitulatie werd hij in Ambarawa in het kamp gezet en we hebben hem nooit meer teruggezien. Mijn vader is overleden in het kamp. Ik kan niet meer in een bed slapen. Nee, ik heb een bank met 2 armleuningen en daar slaap ik. En altijd gekleed. Ja, echt waar. Ik moet zo uit bed kunnen stappen en zo naar buiten kunnen lopen. Dat zit van binnen. Je denkt dat er iets gebeurt en dan moet je weg. Je verstand zegt, ach nee, wat een flauwekul. Je weet dat het onzin is. Maar je doet het toch. Je gevoel is anders en dat is soms vervelend. Het woord moeten kan ik soms ook niet verdragen. Je moet zus, je moet zo. Ja, wat is vrijheid? Ik denk dat het moeilijk is te begrijpen wat voor impact het op je leven heeft. Je draagt het toch met je mee, alsof je iets goed moet maken. Ik heb er nooit over willen praten, nooit over kunnen praten, want het was toch iets wat op mij werd. Ik heb ook mijn leven ingericht, heb alsmaar functies gehad waarmee ik kon bijdragen aan.
bestuursfuncties, gemeenteraad. Ik heb in onderwijs gezeten. Alsof je iets moet goedmaken. Kijk, dit is mijn vader. Het is de enige foto die mijn moeder niet vernietigd heeft. Mijn moeder is vergast in 1944 en mijn vader in 1945. Zij in Auschwitz en hij, dat weten we niet precies, in Midden-Europa. Ik was enig kind. Ik ben in de oorlog gemaakt. Ik ken ze alleen van foto's. Soms denk je, Jezus, wat is er gebeurd? Geen moment dat je denkt, fijn dat dat mij niet is overkomen. Geen moment. Je denkt alleen maar aan die mensen allemaal, want ja, dat heb ik nog heel erg. Die werden natuurlijk allemaal in kuilen gegooid. Mijn vader en moeder ook waarschijnlijk. Nou, dat heb ik wel nog hoor. Op de 4 mei herdenking is het eerste waaraan ik denk, die zijn niet normaal begraven. Die zijn allemaal gewoon nakend zo, huppakee. En dat is heel raar, terwijl je daar als baby eigenlijk helemaal niks van hebt meegekregen, krijg je je verdere leven er eigenlijk heel veel van mee. Het zijn wel je ouders. Dat blijven ze altijd. Ik ben in Theresienstadt geweest. Ik wilde dat crematorium zien met die hoge trap. Het waren maar 4 treetjes. Gek, hè? Dan heb je daar zulke herinneringen aan. Ik zag waar we ooit geslapen hebben. Die kazerne, die zag ik wel, maar herkennen, nee. Zo gek, het was een gewone stad. Gewoon, zoals hier. Er waren winkeltjes en terrasjes, cafés. Mensen die rondliepen met kinderwagens. Onvoorstelbaar. Die oorlogstijd. Dat crematorium was onherkenbaar. Het huis in de Ottobergstraat staat er nog net als het was. Het huis waar mijn moeder zo trots op was. De tramhalte nog steeds op dezelfde plek. Al die herinneringen, ze zijn van mij. Al zal alles in de toekomst uitgewist worden, dan nog zal ik tot aan het eind van mijn dagen mijn eigen oorlog met me meenemen. Jongen, wat zijn mijn handen leeg. Als kind al schreef ik belangrijke gebeurtenissen op. Een soort dagboekje, als ik papier had. Ik weet niet waarom. Misschien heb ik daardoor zulke heldere herinneringen. Al die plekken in de stad, al die beelden. Soms beklemt het me. En dan denk ik, hebben anderen dat ook?